Misschien zit je met je hoofd nog een beetje in de vakantiemodus. Maar voordat je het weet, zit je weer helemaal in het oude ritme. En met deze praktische tips van Jet, pak je de draad zo weer op. Oh, de lat gaat hoog liggen voor mij later. Het is nog niet zo ver. Ik geloof dat je met een boterham met pindakaas kun je echt niet meer aankomen. Om je boterham net iets specialer te maken, pak ik een bruine boterham en een witte boterham. Figuurtje. En dan druk ik hem uit in de witte boterham. Hartje. En in de bruine boterham. En dan wissel ik de figuurtjes om. En dan smeer ik lekker wat jam op bijvoorbeeld. Zo, op elkaar. En dan kan hij zo de boterham in. En dan hebben we nog een beetje plek voor wat fruit. Maar ik wil wel dat die boterham natuurlijk lekker vers blijft. Dus dan heb ik een muffinvormpje waar ik het fruit in doe. Blijft het mooi gescheiden. Dan de deksel erop. En die kan mee in de tas. Ben je toch soms een beetje bang voor een kleffe boterham? Of wil je gewoon eens even wat anders? Kies eens een keer voor een wrap. Die kun je beleggen met allemaal spulletjes die je lekker vindt. Ik begin dan altijd met iets plakkerigs, zoals hummus of roomkaas. Dan blijft de rest altijd goed plakken. Nu bijvoorbeeld een plakje kaas erop. Klein beetje sla. Komkommertje. Gesneden in een hartje. En dan rol ik hem op. En dan kan ik hem zo in de broodtrommel leggen. Door de midden. Zo. Maar dan zijn we nog niet klaar. Want het lijkt al een beetje op een slangetje, maar we gaan er nu een echte slang van maken. En een slangetje maak ik van een stukje paprika voor het tongetje van de slang. En de oogjes, die maak ik van een bosbesje. Dat nodigt toch uit om helemaal op te eten. En dan hebben we nog wat ruimte over. Voor een spiesje met groente en fruit. Kijk eens. Heerlijke wraps en een groente- en fruitspies. Gaat mee in de tas. Dan doen we er ook nog een banaan bij, maar niet zomaar een banaan natuurlijk. En dan kun je er bijvoorbeeld een leuk gezichtje op tekenen. Zo. Banaan erbij. Die kan mee naar school.